Dit jaar 75 jaar Hongevaart, ook een bijzonder jaar natuurlijk, kroning, voetbal is gepromoveerd, dus noem maar op, een prachtig jaar. Ik zal in de kort even het programma uitleggen wat we komend weekend gaan doen. Vanavond is een interactieve avond, dus gewoon een beetje gezellig met elkaar meedoen. We hebben een oproep gedaan op het dorp om wat foto's te genereren, zeg maar, en dat is behoorlijk ontdaan. We hebben heel veel materiaal binnengekregen. We hadden in eerste instantie ook een spreker voor vanavond, maar die hebben we maar afgezegd. We hebben gedacht, nou, dan doen we zelf een quiz. Dus we hebben van wat leuk materiaal hebben wij wat vragen opgesteld. En dat willen wij vanavond dus daar mee vullen. Morgenavond is er de uitslag van de vlagwedstrijd. En een gezellige avond met ja, dat kan ieder zijn kunst te vertonen. Met medewerking van een drive-in show. Dus morgenavond wordt ook vast wel gezellig. En dan zaterdagavond is het afsluiten van dit weekend. Nou ja, dan zal het allemaal wel goed komen. Dit middenfestijn is een beetje poten gezet door een club binnen de Oranjevereniging, de Viscommissie. Die hebben ook enorm veel werk gehad, ook in combinatie met vrijwilligers. Oh,